programma laat zien wat je kunt doen om langer thuis te blijven wonen als je ouder bent. In de verbouw volgen we iedere week de familie Stoker en meneer Vogel die hun huis laten aanpassen voor later. De familie Stoker krijgt de architect op bezoek. Bij meneer Vogel zijn ze al een paar weken bezig met de verbouwing. De hoogste tijd om eens te gaan kijken. Volk! Hallo, ik zit hier. Hallo. Hoi. Goedemorgen. Zo, hoe gaat het hier in Huizen Vogel? Ik zie dat er flink wat is gebeurd de laatste tijd. Ja, zo werk je flink door. Ja. En heeft u veel overlast van de verbouwing? Ja, dat heb je altijd natuurlijk, maar het valt wel mee. Maar ja, als je ergens zit erger, dan wordt het niks natuurlijk. En loopt u de hele tijd koffie aan te slepen of hebben ze dat nee, zelf? Nee, dat doen ze zelf. Dat heb ik ze geleerd hoe ze dat moeten doen. Heel verstandig. Voor iets terug, hè? Ja. Hoe houden ze u een beetje op de hoogte? Wat de... Ja, natuurlijk wel. Want vooral om te kijken of alles wel aan de juiste mate voldoet. Zijn er nu ook nog dingen die bij u liggen, waar u wat aan moet gaan doen of ondernemen? Daar moet de boel ingericht worden. Ja. En dan moeten we kijken wat we gaan doen, wat veiligheid en zo betreft allemaal. En mijn dochter schaakte vandaag morgen een keer op uit om te kijken hoe we die kamer in gaan richten. Vindt u dat ook leuk om te doen? Kijkt u daarna uit, naar die fase? Ja, natuurlijk wel, want daar heb ik het voor gedaan. Ja. En je kijkt er naar uit dat het spul eindelijk klaar is en dat je daar dan kan slapen en dat daar de douche is en dat je er niet meer naar boven hoeft. Maar zover eventueel is het nog niet? Nee, dat duurt nog wel een paar maanden. Sanny en Arie hebben nu een bespreking met hun architect Jan Stegink. En hij heeft zijn eerste ontwerp klaar. Dat gaat hij aan hun presenteren. En ik ben heel benieuwd naar hun reacties en wat het allemaal voor voeten in aarde heeft. Kom erbij, Jan. Ja. Nou ja, waar we het over hadden met de ramen en de deur. Dit raam gaat dicht. Ja. Hier komt jouw keuken, die gaat veel groter worden. Die komt hier te staan. Deze deur gaan we wel gebruiken. En hier komt dan de hal waar je vanuit de tuin door je hal naar je leefkeuken kan komen. Jan, we zitten hier bij de tekeningen die jij hebt gemaakt voor de familie Stoker. Ze hebben jou op een goed moment benaderd om hun te gaan helpen bij de plannen die ze hadden om te gaan verbouwen. Ja, dat klopt. Dat contact ontstaat. En dan ga je naar de mensen toe om een gesprek met de mensen te hebben. En dan hoor je hun wensen aan en waar ze naartoe willen. En dan probeer je als architect uit te leggen wat je voor een opdrachtgever, of in dit geval voor Arie en Sanny, kan betekenen. Ik ben nu heel erg benieuwd wat jij eigenlijk hebt gemaakt. Ja, nou, de eerste schetsen zijn inderdaad tot stand gekomen. En dan begin ik altijd maar met het tekenen van wat is er ja, want nu. Dit komt me namelijk vrij bekend voor. Ja, dit. Dat klopt. En ik heb hier aangegeven in deze schets wat straks de nieuwe situatie zal zijn. En daarin in dat ontwerp is geprobeerd om de huidige schuur, garage van oudsher, maar wat nu al als slaapkamer is, te integreren in het hele nieuwe ontwerp. Ja. Dus daar is dan de esthetische waarde die je als architect kan inbrengen. Ja. Komt daar denk ik tot zijn recht. Dat is natuurlijk ook belangrijk, want het is jouw handtekening ook. Dat is ook belangrijk. Dus daar komt een stuk handschrift van Jan als ontwerper komt naar voren. Als mensen zelf aan de gang gaan, dan zien ze meer drempels dan mogelijkheden. En je probeert hun daarin te helpen en dat blikveld te openen. Want je doet een investering nu en dat doe je niet voor een korte periode. Die hoop je nog een lange tijd plezier van te hebben. Dus als iemand dan bijvoorbeeld aan een rolstoel raakt, dat je rekening houdt met draaicirkels. Mm-hmm. He, dus dat je in een keuken terecht kan en daar het eten kan blijven voor bereiden. Mm-hmm. En dat je goed rond een tafel kan aanschuiven. Mensen vinden het over het algemeen verschrikkelijk om te verbouwen en de boel over de hoop te halen. Verzag jij het verbouwenleed eigenlijk? Dat probeer ik wel. Ik probeer dat echt vanaf het moment dat die mensen dat beslissen en de keuze dat ze een architect aan tafel zetten. Vind ik het naast de esthetische kwaliteit en het ontwerpen wat je doet, om de mensen zoveel mogelijk met het project te betrekken en er ook eigenlijk een feest van te maken. Mm. Dat het niet pas een feest is als over een periode het gebouw klaar is, maar vanaf het moment dat je daar aan de gang gaat, dat je daar gewoon met plezier aan werkt. Dus straks een keuken uitzoeken, tegels, kleuren bepalen met elkaar, dat gewoon leuk is om aan te werken. Thank you.
wonen hier nu bijna 6 jaar. Deze woning hebben wij gekocht omdat wij gedacht hebben aan de toekomst. We hopen heel oud te mogen worden. En deze woning biedt perspectief. Zowel in de woning, maar ook buiten de woning. Er staat een veranda precies zoals we hem altijd gewenst hebben. Maar inderdaad wel aangepast als je ouder wordt. Tuin, de tegels lagen eerst hier. Hier was gras. Maar goed, gras is ook niet praktisch. Dus we hebben de tuin 40 centimeter opgehoogd. Anders was het niet gelijk vloers. En de tuin hebben we aangepast door daar zoveel mogelijk onderhoudsarme beplanting in te zetten. Op het moment ben ik in een gelukkige omstandigheid dat ik een goede gezondheid heb. Maar het is, je moet ook denken aan bijvoorbeeld mijn moeder. En die is wel op leeftijd, dus als zij hier komt, dan is, heeft ze volledige bewegingsvrijheid. Dus extra prettig. En ook voor mijn kleinkind, want die is 1,5. Ook heerlijk, geen belemmeringen, ze kan overal naartoe. Tevens hebben we de keuken helemaal vernieuwd. Compleet nieuwe keuken, een andere positie gezet. Bijvoorbeeld de koelkast. Ja, dat je niet hoeft te bukken en steeds van alles moet pakken. Nu niet, maar later zeker niet. Gewoon op hoogte kan pakken en zien wat er zoal nog is en wat erbij moet komen. Tevens de apothekerskast, zeg maar. Zowel daar, zoals hier. Dat is natuurlijk ideaal. Maar ook de oven. Allemaal op lichaamshoogte. Koffieapparaat. Echt een gebruiksvriendelijke keuken. Met name voor de toekomst. Ja, en voor nu. Leef je. Nou, dit is voor de elektriciteit. Dat is wel typisch mijn man. Die houdt ervan om alle draden weg te werken. Dat is levensgevaarlijk, die draden. Zeg maar sowieso voor oudere mensen, maar ook voor onze kleindochter. Eén druk op de knop en dat gaat aan. Nou, we hebben ook alle drempels zo ver mogelijk weggehaald. En de hele badkamer is gestript. We hebben daar een tweede toilet in aangebracht. Maar ook een douche waar je gewoon in kan lopen. Praktisch qua schoonmaak, qua onderhoud. Het zijn anti-slip tegels waar we vloerverwarming hebben onder aangebracht. Dus dat is heerlijk warm. In eerste instantie dachten we gaan boven slapen. Maar dit bevalt zo goed en dit is zo praktisch. We hebben een elektrisch verstelbaar bed. Wat zowel aan die kant dan wel met voeteinden omhoog en omlaag kan. En nu gebruik ik dat zelfs ook altijd als ik lekker ga lezen of televisie kijken. Absoluut aanrader. Ook als je jong bent. Tevens hebben we de parketvloer. Een prachtige vloer, maar toch wel een vloer waar je heel veel op ziet. Nou, en als je ouder wordt ook constant moet bukken, dan is dat niet prettig. Dus we hebben hem aangepast. We hebben daar een bedrijf bij betrokken en heeft ons advies gegeven om de vloer zodanig te maken zoals hij nu is, onderhoudsarm. En ook niet arbeidsintensief. En dat is wel heel prettig, moet ik zeggen. Wordt uw huis meer waard als u beneden een badkamer plaatst? En speelt de kleur van de tegels mee als u uw huis weer wilt verkopen? Wij vragen het de makelaar. Als u uw woning ook geschikt wil maken voor de oude dag, dan zijn er verschillende, vast en zeker verschillende mogelijkheden. U kunt de woning verbouwen intern. U kunt de woning uitbouwen. Maar het kan ook zijn dat u de woning wilt aanpassen. Hè, bijvoorbeeld door een traplift of beugels of andere zaken. Als u de verschillende plannen naast elkaar legt, kunnen wij met u meedenken om te kijken van wat is de waardetoevoeging naar de toekomst toe. Want u wilt op het moment dat u de woning op een later moment moet verkopen, wilt u natuurlijk zoveel mogelijk van uw investering die u doet weer terugverdiend hebben. En wij kunnen dan met u beoordelen van welke verbouwing of welke aanpassing aan uw woning heeft het meeste rendement en sluit het beste aan op de doelgroep die na de hand waarschijnlijk in uw woning zal gaan wonen. Als de woning misschien wel 5 of 6 slaapkamers heeft, kun je ervan uitgaan dat de woning aantrekkelijk is voor een gezin met kinderen. En op het moment dat je dan een aanbouw zou realiseren, dan zou je daar ook rekening mee moeten houden. Dus op die manier zou je er alvast over na kunnen denken dat de verbouwing die je nu doet heel makkelijk is terug te brengen tot bijvoorbeeld een speel- of werkkamer of bibliotheek op de begane grond. Dus... Bij de woonkamer is een stuk aangekomen en deze ruimte is aangebouwd. En deze mensen hebben toen al met een oog op de toekomst ervoor gekozen om deze ruimte zo te maken dat die later ook een badkamer gemaakt kan worden.
Zoals u hier ziet, hebben zij ook al gekozen voor een redelijk neutrale tegel. Op het moment dat je voor hele uitgesproken kleuren kiest, dan is de kans natuurlijk goed aanwezig dat je het zelf heel erg mooi vindt, maar dat een volgende eigenaar het allemaal verwijdert. En dan vindt er een stukje kapitaalvernietiging plaats. Als u een extra kamer aan de woning toevoegt, dan nemen wij in ons advies ook altijd mee dat we even kijken van hoeveel slaapkamers heeft u eigenlijk al in uw bestaande woning. Dus op het moment dat u een extra kamer op begane grond toevoegt en u heeft al een huis met vrij veel slaapkamers, dan is het waardeverminderende effect kleiner dan op het moment dat u misschien maar 3 of 4 slaapkamers in de woning heeft. Wat we ook veel zien is dat mensen de garage gebruiken om daar een badkamer en een slaapkamer in te creëren. Mogelijkheden zijn vaak heel gunstig. Alleen waar wij bij de waardetoevoeging heel goed naar kijken is of er voldoende parkeergelegenheden zijn op het eigen erf. Want op het moment dat je de garage daaraan ontneemt, omdat je daar dus een slaapkamer en een badkamer creëert, en er dus geen mogelijkheid meer is om een auto op je eigen erf neer te zetten, ja, dan kom je weer in een disbalans tussen de waarde die je investeert en de waarde die het extra oplevert. Omdat mensen dan genoodzaakt zijn om de auto in de buurt neer te zetten en dus niet op eigen erf. Zoals u ziet, dit huis is al uitgebouwd. Als u een slaap- en badkamer in dit huis zou willen realiseren, dan zou dat in principe in de uitbouw kunnen plaatsvinden. En als de tuin voldoende groot is, dan kun je de uitbouw ook aan de woning nog extra realiseren. Hier zou je rustig een badkamer en een slaapkamer kunnen plaatsen, zonder dat het echt ten koste gaat van de tuin en daarmee ook het woongenot in de tuin. Als de tuin te klein is, dan adviseren wij om de uitbouw niet uitwendig te maken, maar te kijken of je hem binnen de bestaande bebouwing kunt realiseren. Op het moment dat je hem ook niet inwendig kunt realiseren, ja, dan zul je toch moeten nadenken of je überhaupt de verbouwing wel wilt gaan doen, of dat je niet gaat omkijken naar een andere woning. In welk stadium zijn we nu? Nou ja, de nieuwbouw staat er nou, hè. De dak zit erop en nu moet het spulletje nog afgewerkt worden. Met hoeveel zijn ze steeds hier? 2. Oh. En af en toe komt de installateur voor het licht en voor het water. Maar voor het al 90% zijn hun er elke dag. Zijn het aardige kerels? Ja hoor. Is goed mee te praten. Gaat goed. Meneer Vogel is zeer te spreken over zijn aannemer. Oh, dat is fijn. Dat is fijn om te horen. Qua overlast. Ik vind dat je behoorlijk lawaai maakt, maar hij is blij. Af en toe moet dat, hè. Ja. Hoe gaat het? Nou, het dak zit erop, dus het is waterdicht, zeg maar. Ik zie hier een lichtkoepel. Ja, dat klopt. We hebben dat gekozen voor een lichtkoepel om het licht in de keuken zo groot mogelijk te houden. Ja. Mooi. Ziet er allemaal goed uit. Gaat hard, hè? Ja, dat dacht ik. Ja. Nou, timmer nog even lekker door, zou ik zeggen. We hebben in dit geval Sanny en Arie zelf ook dingen ingebracht dat je dacht, hé, dat is een goed plan, daar ga ik op door. Het zelf heel erg graag willen is zo'n tochtportaal in de woning. Dus niet rechtstreeks vanuit de tuin de eetkamer of de leefkeuken binnenkomen. En dan denk je, ja, dat is een sta in de weg. Dus daar ben ik over gaan nadenken. Je kan het ook omdraaien. Er moet ook een toegang naar de slaapkamer komen. Kunnen we dat dan via die ruimte doen? Dus dan ga je proberen zo'n ruimte meer betekenis te geven. En ga je daar dan inderdaad een garderobe van maken, dat je daar ook wel wat spullen kan ophangen. Ja. En dat het niet alleen een extra deur is naar een volgende ruimte of naar buiten. Want hier tekenen zich al de contouren van die lekkere grote leefkeuken af. Ja, precies. Ja. Met een hele grote schuifbui daarin, waarin de relatie met binnen en buiten in de woning gelegd wordt. Je gaat Ojo ook eigenlijk nog een beetje bemoeien met de tuin en dat soort dingen. Nou ja, bemoeien. Ja, ook daarin probeer je de adviseren. Nou ja, probeer je Arie en Sanny, ze hebben het zelf ook wel, dat beseffen ze ook wel, dat je, nou sowieso gaat de tuin op de schop, hè, want er gaat een aannemer aan de gang, dat je daar wat mee kan. Maar als je de huidige situatie van de tuin, daar zit nog een mooie vijverpartij in, een heel lage beplanting. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal weer. Ook maakt de tuin dan meteen toekomstbestendig. Ja, als je je huis gelijkvloers maakt, dan ook je tuin. Ja, dat sowieso. Ja. Hè? Dus over zo'n schuifbui, lage dorpels, dat je daar gewoon ook ben je niet de rolstoel gebonden, maar gewoon je voeten til je wat minder hoog.
ook om, als je ouder wordt, dat je daar gewoon op een prettige manier naar buiten kan lopen. Ja. En op je terras buiten terecht kan. Help jij de mensen ook, want moeten zij straks een vergunning aanvragen of toestemming bij de gemeente? Ja, je begeleidt de mensen in het hele proces. Dus van de eerste ideevorming tot de keuze van een aannemer, een constructeur die betrokken wordt bij een project. Met name als je aanpassingen aan gevels gaat doen, grote overspanningen. Maar ook een traject van, is er wel of geen bouwvergunning nodig? Met een opdrachtgever, in dit geval Arie en Sanni, dan gewoon een leuke tijd er ook van maken. Want over het algemeen is dat iets wat je één keer in je leven doet. Wilt u tips voor het aanpassen van uw woning? Ga dan eens naar langzultuwonen.nl en klik door naar het 3D-huis. Hier kunt u ideeën opdoen, bijvoorbeeld in de badkamer. Aan studenten van de AKI Kunstacademie hebben we gevraagd om ideeën voor Lang Zult U Wonen te bedenken. Hier volgen twee van die ideeën. Mijn naam is Verena Ekloof en ik heb een apparaat bedacht waarmee je oude mensen of mensen die Alzheimer of dementie hebben in hun alledaagse leven kunt helpen. Dat gaat daardoor dat je bijvoorbeeld een foto van een afstandsbediening maakt en die apparaat vertelt je hier, dat is een afstandsbediening, daarmee kun je de tv aandoen, wil je de tv aandoen. Maar het is niet alleen voor dingen, maar ook voor personen. Dus als je niet meer weet wie deze persoon is, ga je gewoon een foto maken en die zegt je, hé, dit is jouw dochter. En ja, de graad van de vergeetachtigheid, die kun je ook instellen. Dus als je niet nodig hebt te weten wat een tandenborstel is, dan hoeft het ook niet in de apparaat te zitten. Ik ben Marcel Berwanger en mijn idee is een medicine dispenser waardoor mensen nooit meer vergeten hun medicijn te nemen. En bij de vormgeving dacht ik aan iets wat op de aanrichter staan kan bij een koffiezetapparaat. En daar hoort dan ook een armband bij, welk begint te vibreren als het tijd is om de medicijn te nemen. En dat vibreren stopt erst als je op de push-button drukt en de medicijn uitkomt. En de idee wat da noch beihört ist, als het na een uur niet stopte vibrieren of de medicijn niet uitgenomen wordt, dat dan een sociale dienst gebeld wordt en dan, dat dan iemand langskomt om te kijken of alles in orde is. Volgende week is er weer een nieuwe uitzending van Lang Zult U Wonen. Vol tips en inspiratie om langer van uw huis te kunnen blijven genieten.